De twijfels over het energieplafond groeien. De kritiek te complex, duizenden huishoudens die buiten de boot vallen en vrees voor grote winsten bij energiemaatschappijen. Het is nog maar de vraag of het prijsplafond, zoals beloofd, op 1 januari ingaat. De Tweede Kamer debatteert er vandaag over. U doet ook mee met dat debat. Vindt u dat het prijsplafond in de huidige vorm, hoe het nu is voorgesteld, er nog gewoon kan komen? Wat er nu ligt is echt een dom plan. En dat wisten we eigenlijk al toen het in september werd gepresenteerd en de onderhandelingen die er zijn. Maar het is er ook veel te laat gekomen. Kijk, het energieplafond is een goed idee. Dat doen heel veel Europese landen ook, dat kan ook. En daarbij maakte dat de huishoudens die nu op stang worden gejaagd met die hoge energieprijzen, dat die lucht krijgen. Voor de tijd dat de prijzen zo hoog zijn. Alleen je moet het niet vooraf geld gaan geven aan de energiemaatschappijen. Want je weet niet hoe hoog de inkoopprijs is, je weet niet hoeveel klanten ze hebben. En het risico dat het dan in de winsten gaat zitten is levensgroot. Ja, en daarin zijn ze een beetje dom bezig geweest. Wat de SP betreft gaan we dus wel het energieplafond doen en achteraf compenseren. Nou ja, de coalitie die zou nu ook nadenken over alternatieven. Zo zei Rob Jetten ook al dat hij als plan B die 190 euro per maand die vanaf november natuurlijk en december huishoudens krijgen, om dat ook nog in januari en misschien wel maanden daarna te doen. Is dat niet een beter alternatief? Ja, dat is uiteindelijk ook slecht omgaan met belastinggeld. Want er zijn al hele campagnes van mensen die het weggeven omdat ze het niet nodig hebben. En er zijn mensen die er te weinig voor hebben. Dus op die manier geef je ook niet goed belastinggeld. Dat is ook een paniekmaatregel. Volgens mij is het onverstandig om dat te gaan doen. Ook voor januari, februari en maart. Ja, u zegt daarom we moeten op lange termijn nadenken over oplossingen voor die energiemarkt. En dan komt u met het nationaliseren van energiebedrijven. Ja. Hoezo? Wij hebben een nutsvoorziening. Dat wat we van ons wat voor ons allemaal is en eigenlijk van ons allemaal moet zijn. We hebben allemaal energie nodig. Het is belangrijk voor de economie. Het is belangrijk voor ons, voor de verlichting op de snelweg. Het is op alle vlakken belangrijk, maar we hebben er niks over te zeggen. En nu moeten we dus miljarden gaan steken in een lagere energieprijs, terwijl er niks voor terugkomt. En wij zeggen, koop er dan in ieder geval zeggenschap voor terug. Nationaliseer de boel. Of als je dat niet op die manier doet, ga dan kijken of je een eigen staatsbedrijf kan oprichten. Wat gewoon naast die commerciële bedrijven ook mee kan doen. Is dat niet veel makkelijker gezegd dan gedaan? Oh, vast. Maar we hebben ook wel eens een bank genationaliseerd in een weekend. Volgens mij is het principe dat wat van ons allemaal moet zijn, moet ook van ons allemaal zijn, heel erg belangrijk. We zijn hier over een volkspetitie gestart. En al 60.000 mensen zijn het met ons eens dat de energie in handen zou moeten zijn van ons allemaal en voor ons allemaal. Dat was ooit zo, maar toen is het vrijgegeven ook om mensen, dus burgers, meer keuzevrijheid te geven. Dat mensen dan toch met bedrijven met elkaar zouden concurreren, waardoor dus voor de consument uiteindelijk de boel positiever uit zou pakken. Ja, is goed gelukt. Ja, dat komt nu natuurlijk toch ook door de oorlog in Oekraïne. Nou, voor de oorlog in Oekraïne zagen we natuurlijk al dat de prijzen voor 65% gestegen waren. En uiteindelijk is het basisprincipe, als we het allemaal nodig hebben, moeten we het met elkaar organiseren. En wat je nu ziet is dat zowel bij de opwekking wordt heel veel winst gemaakt, bij de handel wordt heel veel winst gemaakt en bij het verkopen van energie wordt heel veel winst gemaakt. En wij betalen de prijs en straks de belastingbetaler dubbel. En dat vinden wij niet verstandig. We moeten daar meer zeggenschap op hebben. Ja, maar als je ook al is zo'n bedrijf dan in handen van de staat, dan heb je toch alsnog te maken met die verstoorde markt. Want u zegt wel, de prijzen waren daarvoor ook al gestegen. Maar een groot deel komt natuurlijk door die oorlog van Oekraïne in Oekraïne nu. Dus dan heb je toch als overheid met diezelfde verstoorde markt te maken? Zeker. Als het gaat over dat gas, dan is Oekraïne daar natuurlijk hartstikke belangrijk in. Maar als het gaat over het opwekken van energie, hebben we ook wel eens een overschot. Ja. Dat het niet het net op kan. En daarbij zien we ook dat juist de oplossing om dat bijvoorbeeld op te slaan en te delen in een buurt, dat wordt nu niet ingezet omdat het niet winstgevend is voor die bedrijven. Terwijl het voor ons als samenleving heel goed zou zijn. En wij zeggen van, we zitten in de situatie dat een Zweeds staatsbedrijf op onze markt actief is. Dan bedoelt u Vattenfall? Vattenfall. Hmm. Dus straks krijgen die dus compensatie vooraf en dat gaat rechtstreeks de Zweedse staatskas in. Als de Zweden dat zo slim kunnen organiseren, dan kunnen wij dat ook. Het verbazingwekkende. Dus wij financieren Zweden. Ja. En het is bescherming van de consument en tegelijkertijd financiering van Zweden. Daaraan zie je dus dat het misgaat, dat we geen grip hebben op die markt. Dan moet je de markt eruit. Nou ja, toch jullie zeggen dat, maar toch zijn er energie-experts die wel degelijk zeggen, dit is niet zo dat nu die hoge energieprijzen laten zien dat het hele marktstelsel niet werkt. Dit komt nu toch voor een groot deel door die oorlog in Oekraïne. En die liberalisering heeft er volgens experts juist voor gezorgd dat de consument een lagere prijs had.
Nou, kijk, die experts hebben ook een belang bij die markt. En zeker bijvoorbeeld experts die vergelijkingen doen. Want ja, dat is hun model. Wat mij echt schokt, wat de SP echt schokt, is dat we totaal niet weten wat de inkoopprijs is. Dus wij weten totaal niet of de prijs die wij betalen als consumenten, maar straks als belastingbetaler, of dat ook de inkoopprijs is. En dat is toch idioot voor een basisvoorziening. Wat zegt u ervan, meneer Weininga? Wat ik vooral irritant vind aan de liberalisering okay. van die markt is dat je voortdurend werd platgebeld door allerlei bemiddelingsbureaus die je aan een ander contract aanbieden. Oh, dus dat is even een persoonlijke irritatienoot. Een grote irritator, ja. Ja, nou ja, daar zou je dan ook vanaf zijn. Ja, wat verwacht Zeker. U als u dit plan straks brengt in de Tweede Kamer? Gaan de handen op elkaar? Er zijn partijen die het met ons eens zijn dat er meer zeggenschap moet komen. Ik denk dat we daar echt iets mee kunnen. En ik denk ook dat het voorkomen van hoge winsten met het prijsplafond, dat we dat ook echt kunnen gaan winnen. En wat ons betreft is dat een voorbode voor weer zeggenschap over onze energie en uiteindelijk nationalisatie. Wij gaan het proberen. Dank.